Rick Evers heeft zijn tevredenheid geuit over de uitspraak van de rechter in het geschil met Mark van der Linde, zoals medegedeeld door zijn advocaat op woensdag. Hij benadrukte dat van der Linde gedurende maanden niet bereid was om de onaangename berichten offline te halen, wat hem teleurstelde dat de kwestie uiteindelijk voor de rechter moest komen. De Koningshuisverslaggever had de zaak aangespannen vanwege een aantal schadelijke en onrechtmatige tweets van van der Linde, waarbij hij hem beschuldigde van smaad, laster en belediging. Op zijn beurt beschuldigde Van der Linden Evers van het verspreiden van onrechtmatige berichten. De rechter heeft geoordeeld dat zowel Evers als Van der Linden deze berichten niet langer mogen delen en dat ze een dwangsom moeten betalen als ze dat wel doen. Eerder had Van der Linden laten weten blij te zijn met enkele aspecten van de uitspraak van de rechter. Hij onderstreepte dat de rechter altijd gelijk heeft, al dus de royalty-deskundige.